Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Harry de Pape, kenner van het Verenigd Koninkrijk, auteur van succesvolle boeken die vaak ook met zijn lievelingsthema te maken hebben. U moet zeker zijn laatste werk Sausage maar eens lezen. En we gaan vandaag met hem praten over de Brexit. Welkom Harry. Hallo, goedemiddag voor ons op dit moment. Goedemiddag. Beste Harry, er is een Brexit en dat zou, ja, een paar weken geleden zouden we daar zeer voorwaardelijke wijs over gesproken hebben. Had jij eigenlijk verwacht dat het nu in één keer in zulke stroomversnelling zou komen? Ik durf dat nu echt wel zeggen en ik heb daar veel getuigen van. Ik ben tot het laatste moment blijven geloven dat er wel een deal ging komen. En dat om de eenvoudige reden: het is zowel in het belang van de Europese Unie als het belang van het Verenigd Koninkrijk dat er een akkoord is, hoe je het draait of keert. Dus er moest een akkoord zijn. Hoe het akkoord er zou uitzien, dat wist niemand op voorhand. Dat was heel onduidelijk. Maar ja, zoals je zegt, het is op een zeer spectaculaire wijze alweer, een Boris Johnson wijze, want het is wel zijn stijl intussen, om op een onverwacht moment met een akkoord op tafel te leggen, zoals vorig jaar. In 2019 had hij plotseling een uitredingsakkoord geregeld, een deal geregeld die het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zou kunnen brengen. Dat was vorig jaar ook onvoorstelbaar en het is ook gelukt. En nu doet hij het weer. Hij verkoopt het als een groot succes. Intussen zijn er al genoeg tegengeluiden die zeggen, ja, het Verenigd Koninkrijk zit toch nog wel voor een groot stuk gebonden aan de Europese Unie. Maar goed, hij is de victor, hij is de overwinnaar. En hij presenteert zich ook zo nu aan de Britse bevolking. En wordt het daar ook zo ervaren? Want dat is natuurlijk, ja, er zal nog heel veel bekend moeten worden over de details van het akkoord. Dus daar kunnen we nu weinig over zeggen. Maar hoe reageert men in Engeland zelf? Het is heel, als je naar de pers kijkt, vrij traditioneel. De rechtse eurosceptische pers onthaalt Boris Johnson nu ook als de grote overwinnaar. Was te verwachten op zich. En daarbij denk ik aan de Daily Telegraph, aan de Daily Mail. De Times zit daar een beetje tussenin. En dan uiteraard heb je ook de eerder linkse pers, die natuurlijk het akkoord een slecht akkoord vindt. Maar wel, dat is wel interessant om vast te stellen, wel zegt, kijk, het is een slecht akkoord, maar we kunnen niet anders. We moeten dit wel aanvaarden, of er is niets en dat is nog veel slechter. Ja? Dus op het einde van de rit staat Johnson wel in het voordeel. Ook al vinden ze het slecht akkoord, men zegt, we kunnen wel niet anders, dus we gaan het moeten goedkeuren. Ja. Hij heeft vooral het voordeel van de verrassing. Dat hadden verschillende mensen echt niet verwacht. En waarom is de linkse pers dan eerder negatief? Wat vinden zij dan eigenlijk er slecht aan? Op zich is de redenering, en die is te verdedigen. De Brexit is een heel pijnlijke affaire voor het Verenigd Koninkrijk. Dus wij komen er sowieso slechter uit dan ons lidmaatschap bij de Europese Unie. Dat is de redenering. Dus dit is een slecht akkoord, want wij verliezen allerlei voordelen die we hadden. Ja, en dat is een grote protest tegen deze deal. Hè. Maar zoals verschillende commentatoren ook zeggen, ze kunnen wel niet anders, of ze hebben geen deal. Hè. Dus we moeten het wel goedkeuren. Johnson komt als de overwinnaar naar voren, zeg je. Is dat in zijn eigen partij ook zo? Van, heeft hij nu zijn positie in zijn partij versterkt? Want soms lijkt het bij de Tories toch allemaal wat chaotisch te zijn. Dat is een understatement, hè? Soms lijkt het allemaal nogal chaotisch te zijn. De Tories zijn kampioenen in chaos de laatste tijd. Hè? Dat is ongelooflijk. Denk aan de Theresa May-jaren, was één grote chaos. En dan heb je Boris Johnson zelf, die gewoon chaos uitademt, als je eerlijk bent. Kijk maar naar zijn kapsel. Maar hij is nu echt, hij staat echt wel sterk nu. Dus we zijn, het moment van opname is nu woensdag zeker, dus gisteren, dinsdag, was er een belangrijke vergadering van de harde kern van de eurosceptici binnen de Conservative Party. En daar was het echt willen afwachten. Wat gaan zij besluiten in wat ze de Star Chamber noemen, de sterrenkamer van de eurosceptische fractie. En daar, na een lange vergadering, heeft men beslist dat dit een goed akkoord is. Men is gaan beginnen uitpluizen in hoeverre garandeert het akkoord de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk. En op het einde kwam men tot de conclusie, dit volstaat voor ons, dus wij gaan dit akkoord goedkeuren. Dat was een heel belangrijke horde voor Boris Johnson en zijn eigen partij.
En die horde heeft hij dus genomen. Hij heeft de steun van de hardliners. Denk daarbij aan Jacob Rees-Mogg. Een andere figuur, denk daarbij aan Bill Cash. Bij ons minder bekend, maar dat is echt een man die al van begin jaren 80, hij is een van de langzittende lagerhuisleden, van begin jaren 80 al ja, de eurosceptische trom heeft geluid. En die man zegt nu ook, dit is het, dit moeten we steunen. Nu eerlijk gezegd, en ik kom terug naar wat ik daar straks zei, ze kunnen ook niet anders. Dit is de Brexit. Ja? Dit is het of het is niets. Ja? En zij beseffen ook maar al te goed, willen ze electoraal een beetje geloofwaardig overkomen, dan moet men dit wel goedkeuren. Want nu gaan zeggen dat de voorman, Boris Johnson, die hun held was, het niet goed gedaan heeft, dat is gewoon hun eigen imago of hun eigen ruiten ingooien. Dus ze moeten dit wel goedkeuren. Ja, dat was voor een stuk wel te verwachten. Maar goed, het is een belangrijke duw in de rug van Boris Johnson. En op het vlak van Brexit heeft hij echt wel de partij achter zich. COVID en al die zaken, dat is weer iets anders. Maar dat is een heel ander thema, een heel ander debat. Hoe zit het dan bij de oppositie? Want zij gingen het akkoord nu blijkbaar toch ook gaan goedkeuren. Wel, de oppositie zit enorm in de knoop met zichzelf. Ik ga meteen kijken naar de belangrijkste oppositiepartij. Ook op dit ogenblik de enige kandidaat om de Tories te onttronen van de macht, de Labour, de Sociaaldemocraten. Die zitten met een groot probleem in die zin. Hun voorman, Suckie Stame, is jarenlang ook de man geweest die tegen Brexit was, heel duidelijk. En die ook vond dat tot het laatste moment dat er eigenlijk een nieuw referendum zou moeten plaatsvinden om Brexit tegen te houden. Goed, is er allemaal niet van gekomen. En nu zegt Suckie duidelijk, kijk, wij gaan het akkoord goedkeuren. Dat is zeer vervelend voor zijn eigen fractie. Want de Labour moet nu stemmen voor een akkoord dat geregeld is door de regering van Boris Johnson, een man die zij soms letterlijk haten. Hè? De politieke verdeeldheid is daar zeer groot en er leeft echt wel haat van tussen figuren en mensen in die partijen en men haat echt Boris Johnson. Nu moet ze die man gaan steunen. Ja, en dat ligt heel moeilijk. Je krijgt nu al, interessant, en vooral mensen die vroeger belangrijk waren in de partij, in de tijd van Jeremy Corbyn, en die dus nu opzij geschoven zijn, zeggen nu heel openlijk, wij gaan niet voor het akkoord stemmen. En Labour zit dus met een verdeelde fractie over het Brexit-akkoord van een Tory. En waarbij de partijleider van Labour zegt, ik ga het akkoord steunen van de premier van waar ik tegen ben. Ja, dat is dus heel moeilijk. En dus op dat vlak hebben de Tories al een punt gescoord, want zij staan verenigd en de oppositiepartij maakt ruzie over een Brexit-akkoord. De tweede grootste oppositiepartij in het Verenigd Koninkrijk is de SNP, de Schotse Nationalisten. Die hebben een enorme bocht gemaakt. Dat was een partij die vanaf dag 1 de Brexit werd gestemd tot, laten we zeggen, enkele dagen terug. Heel duidelijk heeft gezegd, wij zijn tegen Brexit en een no-deal moeten we ten alle tijden vermijden. Als er dan toch een Brexit plaatsvindt, moet dat gebeuren met een akkoord. Tot een week terug waren zij daarvan de luidste schreeuwers. No-deal is het slechtste wat er bestaat. Er moet een akkoord komen. Nu is er een akkoord en nu gaan ze er tegen stemmen. Wat dus in de feiten betekent, als je tegen het akkoord stemt, dan stem je eigenlijk voor een no-deal, want er is geen andere optie meer. De Europese Unie heeft duidelijk gezegd, jongens, het is dit of niets, of no-deal. En nu gaat de S&P tegen een deal stemmen en daarmee zegt men, we gaan voor een no-deal. Hoewel ze dat op zich niet zeggen. Sorry dat ik het zo complex maak. Want op zich blijft de S&P aan het standpunt, wij zijn tegen de Brexit. Schotland heeft nooit voor een Brexit gestemd. Dit mag niet gebeuren. Maar we kunnen nu niet anders dan tegen een zeer slecht akkoord stemmen. Het is een principiële kwestie. Dat zorgt wel voor een stuk, voor een groot stuk ongeloofwaardigheid. Hè? Wat wil de S&P nu eigenlijk? Maar in Schotland zelf komt dit nu vooral over als de S&P blijft de grote voorvechter voor Schotland die tegen een Brexit is. Dat is nu het gespin die de S&P nu opbouwt binnen Schotland zelf. En dan heb je nog de volgende partij, Liberal Democrats, een zeer kleine fractie nu, is ook van meet af aan tegen Brexit geweest. Hij zal ook tegen dit akkoord stemmen, wat ook op zich vreemd is, want ook die partij heeft altijd gezegd, er moet een deal zijn, er is nu een deal, ze gaan tegenstemmen. En ook de DUP, dus de Noord-Ierse radicalen, zal ik maar zeggen, die tot voor kort de fractie, die tot voor kort samenwerkte met de conservatives in de regering van Theresa May, die gaan ook tegenstemmen, want zij vinden dat er te veel toegevingen zijn gedaan
op het vlak van de Ierse kwestie. De DUP is een radicale Noord-Ierse protestantse partij. En ze vinden dat er veel toegevingen gedaan zijn tegenover de Europese Unie over Noord-Ierland. En ze gaan verder dan Boris Johnson. En eigenlijk, gek genoeg, de DUP, die goed beseft dat no-deal een ramp zou zijn voor Noord-Ierland, ziet er nog liever een no-deal dan deze deal. Maar goed, nogmaals, de DUP is wel zeer radicaal en kan soms vreemd in de hoek komen. Leeft er in Engeland de overtuiging dat er nu echt veel gaat veranderen, nu ze helemaal uit de EU gaan? Of heeft men zoiets van, och, is iedereen eigenlijk in de straat tevreden, omdat, ja, we gaan er wel uit, maar toch ook weer niet helemaal? Eerlijk gezegd, ik heb vooral de indruk dat dit nu iets is van de politieke wereld. De doodgewone Brit is er echt niet meer mee bezig. Dit is niet meer prioriteit nummer 1, Brexit. De YouGov bracht een poll uit over dit akkoord. Is het een goed akkoord of slecht akkoord? En als ik me niet vergis, de meerderheid van de mensen zegt gewoon don't know. Omdat eerlijk gezegd ook niet veel meer kan schelen. Brexit is een discussie van 2016 voor vele mensen. Dit is voorbij. Het grootste probleem voor de bevolking is nu COVID-19. En daar is men mee bezig. En dat de politieke wereld nog bezig is met Brexit, dat begrijpen zelfs vele mensen niet. Ja. Ik denk dat ook heel veel Britten nog niet zo goed beseffen wat dit allemaal zal gaan betekenen. Vergeet niet, er gaan nu heel wat barrières opgeworpen worden. Ook het reizen zal niet meer zo makkelijk gebeuren. En ik heb de indruk dat er heel wat mensen nog niet goed doorhebben wat er allemaal te wachten staat. En dus het is niet prioriteit nummer 1 op dit moment. Gek genoeg, hè? Want als er nu één thema is geweest waar wij over gesproken hebben, als het over het Verenigd Koninkrijk gaat, is het de Brexit. En ja, dat virus heeft op dat vlak alles naar de achtergrond geduwd. En ik vermoed, want nog bijvoorbeeld rond de financiële wereld moet nog een heel akkoord opgebouwd worden. Dus de Londen, zal ik maar zeggen, moet nog een heel akkoord krijgen eigenlijk. Dat zal voorbij 2021 moeten bedisseld worden. Dat zal waarschijnlijk ergens achteraan de pagina's van de kranten verschijnen, want dit is niet meer topnieuws. Het is voorbij op dat vlak, gek genoeg. Dus ja, mijn aanvoelen is, en ook de mensen die ik spreek, digitaal dan spreek, voor alle duidelijkheid, dat is niet meer hun grootste bezorgdheid. Maar het gevolg is er dan wel van dat de conservatives hun positie politiek gezien versterken. Ze hangen nu beter aan elkaar. Dat is dan toch wel opmerkelijk, want dat is een partij die al heel lang aan de macht is en blijkbaar toch nog altijd vooruit gaat. Ja, en dat is zeer interessant. Het is misschien heel raar om te zeggen, maar dit is een van de meest succesvolle partijen van West-Europa op dit moment. Hè. In 2010 komt David Cameron met een coalitieregering aan de macht. Hij heeft een coalitie nodig met de Liberaal-Democraten en hij heeft 32% van de kiezers achter zich. 2019 komt Boris Johnson aan de macht met een volstrekte meerderheid en heeft 42% van de kiezers achter zich. En intussen is Brexit gebeurd, intussen is het Schotse referendum plaatsgevonden, intussen heb je heel die ruzie rond Theresa May gehad en toch scoort de partij 10% meer dan in 2010. Dat is ongelooflijk eigenlijk. Op dit ook interessant om te weten, op dit ogenblik liggen er ontwerpen op tafel in het Lagerhuis om een kieshervorming te doen. Een kieshervorming die trouwens traditioneel plaatsvindt. Dat is niet zoiets bedacht door Boris Johnson. Dat is al iets, want om zoveel jaren worden de cijfers van de bevolking geteld en gaat men aan de hand daarvan de kiesdistricten aanpassen. Wel, die papieren liggen terug op tafel. En wat er nu op tafel ligt, zou de Tories zelfs nog 10 extra zetels kunnen opleveren. Dus als er weer verkiezingen aankomen, zal het voor Labour nog eens extra moeilijk zijn om een verkiezingenoverwinning te behalen. En bestaat de kans opnieuw dat de Tories de verkiezingen opnieuw winnen. En dan krijg je dus een partij die onafgebroken aan de macht zal zitten sinds 2010 en die keer op keer blijft winnen. We kijken op dat vlak vaak naar Duitsland en Angela Merkel en verbazen ons over Angela Merkel. Maar aan de andere kant van het kanaal, met veel meer chaos zoals al beschreven, is er ook een politieke partij die er ook in slaagt om zich te nestelen in de macht en er telkens het imago opbouwt als wij brengen de verandering. Vergeet niet, vorig jaar, Boris Johnson heeft verkiezingen gewonnen met het imago van ik ben anders, ik zal Brexit oplossen. Terwijl hij zelf intussen ook al 10 jaar mee
de contouren van de macht mee bepaald heeft. Hè. En toch presenteren ze zich als het alternatief. En dat is opmerkelijk. Dat is zeer interessant om vast te stellen. Heb je daar een verklaring voor, waar dat succes vandaan komt? De Tories zijn enorm bezig met focusgroepen. Dus ze zijn enorm bezig met wat er leeft bij de publieke opinie. En zij slagen erin altijd de vinger op de wondes te leggen. Ze weten heel goed wat er bij de bevolking leeft. Interessant ook, wat heeft er altijd al gescoord bij de Britten in de verkiezingen? Ik spreek daarbij over de jaren 60 met Harold Wilson, de Labour premier. Ik spreek over Margaret Thatcher van de Conservatives. Ik spreek over Tony Blair van Labour ook. En nu Boris Johnson, is het patriotisme. Wij zouden zeggen nationalisme. Britten spreken liever over patriotisme. Het geloven in Britain. Believe in Britain. En als je die boodschap verkoopt, dan score je bij de kiezers hoe dan ook. En op dit ogenblik, Labour is een partij die dat pad verlaten heeft. Onder Tony Blair was het Cool Britannia en was men trots om een coole Brit te zijn. Dat is compleet verlaten van sinds Jeremy Corbyn. Men heeft dat pad losgelaten. En je krijgt daar een partij die vooral bezig is met identity politics. En die vooral ruzie maakt met zichzelf over die identity politics. Je krijgt een hele oudere arbeidersklasse die zich niet meer vertegenwoordigd voelt door die Labour-partij, die enorm met die identity politics bezig is. En wat stelt men vandaag vast? Het gros van de arbeiderskiezers stemt vandaag op de Tories. Dus professor John Curtis, dat is wat de polling-guru van het Verenigd Koninkrijk, heeft nu onlangs een onderzoek bekendgemaakt waarin duidelijk wordt dat op dit ogenblik de middenklasse vooral Labour stemt en de lagere klassen, zal ik maar zeggen, Tory stemt. En aan het hoofd van de Tory staat een Eton boy, geëduceerd in Oxford, die ook nog eens bekakt Engels spreekt erbovenop. Maar hij slaagt erin om om de vertegenwoordiger te zijn van die arbeidersklasse. En dat is eigenlijk zeer opmerkelijk en zeer vreemd. Hè? Maar de Tories zijn erin geslaagd, ja, om de bulk van die kiezers achter zich te krijgen. We noemen dat de Red Wall Districts. En het is nu belangrijk voor de Tories om die macht vast te houden. Wat ook een belangrijke rol speelt, mogen we ook niet vergeten, is Schotland. Labour heeft jaren geteerd op succes in Schotland. Dat succes is weg sinds enkele jaren door de SNP. SNP heeft Schotland helemaal politiek ingepalmd. En Labour is daar weggevaagd. En zolang Labour niet in zal slagen om Schotland terug te veroveren, ik zal het zo zeggen, zal Labour het ook heel moeilijk hebben om opnieuw aan de macht te kunnen geraken in het Verenigd Koninkrijk. Want ze hebben die Schotse kiezers nodig. En ze hebben ze niet. En dat is het succes voor de Tories ook. Vandaar ook dat ze minder met Schotland bezig zijn, de Tories, want ze hebben daar electoraal ook zeer weinig te winnen. Over Schotland gesproken, ze hebben het natuurlijk, je vermeldde het al, ze hebben altijd gezegd van dat ze liever bij Europa zouden blijven. Nu is het definitief dat de UK Europa verlaat. Schotland heeft, en zeker de SNP heeft daar eigenlijk altijd aan verbonden, dat men nadien terug zou praten over een onafhankelijkheid. Steken die gevoelens daar nu meteen weer de kop op? Is dat iets waar ook alweer over gesproken wordt? Ja, die gevoelens zijn ook nooit weg geweest. Hè. Het draait of keert, dat blijft zeer aanwezig. Hè. En het is ook heel duidelijk, dat blijkt ook nu uit de houding van de SNP rond het Brexit-akkoord, doelstelling nummer 1 is Schotse onafhankelijkheid. Ja. En het doel heiligt alle middelen. Hè. Dus ze gaan er alles aan doen om een nieuw referendum te krijgen, want ze staan sterk op dit ogenblik. Alleen, en dat is een grote maar, ik weet niet of de Europese Unie, stel het allemaal door zou gaan, of de Europese Unie zit te wachten op een onafhankelijk Schotland. Misschien om het Verenigd Koninkrijk te jennen, misschien daarom wel, maar Schotland heeft op dat vlak zeer slechte papieren. Hè. Economisch gezien is dat niet iets waar de Europese Unie op zit te wachten. Men zit niet op een tweede Griekenland te wachten. Hè. Want qua overheidstekort zit de Schotse staatskas aan het niveau van Griekenland. Hè. En ik denk dat we ons op dit moment al genoeg moeten zorgen maken over de economische situatie in de Europese Unie door COVID, dat we nog eens een enkele Griekenland bovenop moeten verwelkomen. Dus ik betwijfel het of vanuit de EU er echt wel een verwelkomend gebaar zal zijn. De Schotten zelf, het is heel duidelijk, meer en meer mensen voelen zich niet meer vertegenwoordigd door het Verenigd Koninkrijk. En meer mensen willen loskomen van het Verenigd Koninkrijk. Dus het debat zal nu meer en meer daarover gaan.
Er verscheen onlangs een zeer interessant artikel in een tijdschrift. Boris solved Brexit. Now he needs to save the Union. Ja, nu moeten ze zich beginnen bezighouden met de Unie. Want Schotland wordt het volgende grote probleem. Ja, en dat wordt natuurlijk het vraagteken. Heb je ook zicht hoe men vanuit Europa kijkt naar deze Brexit-deal? Kan Europa tevreden zijn over deze deal? Nu, alle geluiden die ik daarvan heb opgevangen, zijn de geluiden die ja, heel klassiek zeggen dat Brexit is een slechte zaak. Ja, zowel voor de Europese Unie als voor het Verenigd Koninkrijk. Maar dit is een goede deal. Hè. De Europese Unie is vrij tevreden over het resultaat. Als dat zo is, wil dat ook wel zeggen natuurlijk dat voor de Britten niet zo glorieus is dan dat ze zelf willen voorstellen. Want de Europese Unie is vrij tevreden over het akkoord. Omdat de Britten natuurlijk nog voor veel wat zaken nog gaan vasthangen aan, op economisch vlak vooral dan, regeltjes die de Europese Unie oplegt. Hè. En de Britten moeten daaraan ja, aan voldoen ook. Interessant ook, als ik me niet vergis, kan de deal ook elke 4 jaar herbekeken worden. Dus de Europese Unie heeft ook nog een stok achter de deur. Vooral duidelijkheid, de Britten hebben die stok ook achter de deur. Hè. Maar ik heb de indruk dat de Europese Unie wel op zich, ondanks alles, wel tevreden is. Misschien nog als laatste vraag, een belangrijke vraag voor een deel van onze luisteraars. Gaan we nog kunnen shoppen in Londen? Ja, hè. Eens COVID voorbij is. Stel, David, dat wij in een COVID-vrije wereld zouden leven, dan kunnen we sowieso al vrij, ons vrij verplaatsen tot en met 1 oktober. Tot en met 1 oktober heb je geen paspoort nodig. Dus kan je gewoon naar het Verenigd Koninkrijk gaan. Vanaf 1 oktober heb je een paspoort nodig. En dan ga je met je paspoort kunnen gaan shoppen. Dus dat is geen enkel probleem. Ik ga het sowieso nog doen. Dus, Maar geen visumplichten en zo. Nee, het is eigenlijk, ja, daar gaat voor arbeidsredenen of lange verblijf, dat is iets anders, maar op zich ga je het land kunnen bezoeken alsof je ja, enig ander land buiten de Europese Unie gaat bezoeken. Hè. Komt daarop neer. Dat is wat zij wilden. Hè. Ze wilden een land zijn buiten de Europese Unie, wel. Dat wordt nu zo in de feiten. Okay. Harry de Pape, dank je wel voor je boeiende inzichten in wat er leeft in de UK. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Hopelijk heeft u wat bijgeleerd over de Brexit en wat er leeft in de Engelse politiek. We heten u natuurlijk ook graag opnieuw welkom bij een volgende podcast. Snuister zeker eens door ons archief en laat wat commentaren na. En u kan natuurlijk ook altijd reageren. Dat vinden wij ook heel fijn om van onze luisteraars te horen. Stuur ons dus gerust een mailtje op podcast@doorbraak.be als u vragen of suggesties heeft. Dank u wel en tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.